gaat het verkeer. Ga je niet heen? Lukt het om naar beneden te gaan? Ja, wacht dan. Oeh, volgens mij zijn we precies op tijd. Ga snel smeren. Oh, ik dacht dat ze hier gingen. Hoeveel rondje van? Dit zijn de reiswijzers. Vanuit Phuket, Thailand. Phuket is het grootste eiland van Thailand. En eigenlijk stond het nooit heel erg hoog op ons lijstje. Maar de vluchten waren zo goedkoop vanuit Europa dat we hier toch zijn beland. En dit is toch wel het meest toeristische plekje van heel Phuket. Wauw, super hip. Ze zitten zelfs op Facebook. En het uitzicht is zeker ook niet verkeerd. We zijn niet de enige hier. Maar waar ben je al, Phuket? Maar dat gaan we nog uitzoeken vandaag. En dit is onze stalen ros voor vandaag. Nou, we zagen foto's van een heel tof punt. En dan moet hier ergens zijn, maar het ziet er nogal een beetje sketchy uit. Er staat wel een bord. Hopelijk staat er niet op van, ga hier niet heen. Kijk. Oh. Hopelijk zitten er geen slangen. Of andere dingen. Het is echt heel zwaar om hier omhoog te lopen. En dat zou best getraind zijn, toch Mars? Nou, ik denk dat we er bijna zijn. Alleen, het wordt wel steeds spannender om overal doorheen te gaan. Het wordt al een beetje ook meer open. Dit is het. Kijk, wat een mooi uitzicht. Heel gaaf. Nou, typisch gevalletje van kort maar krachtig. Ook voelt zich niet zo lekker, dus we gaan weer naar beneden. Lukt het om naar beneden te gaan? Ik zie wel een zonnesteekje helemaal op. Oh, nee, niet weer. Gaan we weer. Liefde voor Thaise wegen. Of vooral Thaise eilandweggetjes. We zien echt een schrikwekkend groot aantal olifantenkampen hier op Phuket. We hebben het echt niet zo erg gezien eerder in Thailand. Het is zo slecht voor die olifanten. Hoe deze olifanten tam gemaakt worden, dat noemen ze zielenbreken. Niet doen! Olifanten horen gewoon in het wild. En natuurlijk lunchen we met een lekkere partij. Nou, gaan we even tanken. Ik voel me weer wel beter hoor. Middel. Eten. Cola. Oh, eten. Maar dat hebben we niet gefilmd, dus... Wel. Nou, we zijn aangekomen in de oude stad van Phuket. Het ziet er echt super schattig uit. Het doet ons best wel een beetje denken aan... Georgetown, op Penang in Maleisië. Ja, moet je kijken hoe schattig het eruit ziet. Nou, Maartje heeft uiteindelijk gevonden waar ze echt naar op zoek was. Het regenbooghuis. Nou, het is eigenlijk wel rustiger hier dan ik had verwacht. Mocht je de Penang vibe willen, maar niet de drukte, dan is dit een aanrader. Alhoewel, volgens mij op zondag hebben ze hier een of andere markt. En is het alleen maar, mogen je geen auto komen en kan je alleen maar lopen. Dus misschien dat het dan wel een stuk drukker is. Het is echt heel poepig. Ja. Dit vind ik nou echt een typische Thaise tempel. Ja, met dat goud ook, ja. En die puntjes. Maar wat ik ook al vind is dat het heel tof is om de verschillen tussen Aziatische landen qua tempels te zien. Want heel veel mensen zeggen misschien, oh, de tempels lijken toch op elkaar in Azië. Maar het is echt wel een heel groot verschil. Ook als je kijkt naar Thailand en Myanmar of China. Ziet er echt allemaal heel anders uit. Nou, het lijkt ons wel leuk om volgende week in Khao Sok te zijn. Alleen we hebben nog helemaal niks geregeld daarvoor. Dus we zijn nu even op het busstation. En dan gaan we maar eens even kijken of er eigenlijk bussen gaan en hoe we daar gaan komen. Smeren? Gaan ze nou smeren? Het klonk heel erg als smeren. Khao Lak, Khao Sok. Oh, maar er is niemand. Ja, we don't know yet, but we're just wondering. Okay. Come ticket on the same day, not full, don't worry, you come before. We hadden minibusjes gezien die ons dan hierheen brengen vanuit waar wij zitten. En dan gaan we met deze bus voor 800 baht. Maar als we hier komen betalen we dus maar 180 baht. Maar dan moeten we dus eerst nog hier zien te komen. Oeh, volgens mij zijn we precies op tijd. Ja.
Mag je helemaal niet het water in of daar niet het water in? Oh wacht, er staan vlaggen denk ik. Niet heel duidelijk. Wauw, kijk nou naar die lucht! En we gaan weer even lekker partij eten. En frietjes. Ja. En we zien jullie volgende week weer. Tot volgende week.